3, 2, 1, go! Het klopt, is dat even zoeken. De eerste club van Hanebrito was mis, maar hij krijgt de tijd om zich te herstellen. Zeker de eerste 2-3 clubs zijn de robots nog wel eens overpowered. Ik wil hier veel te veel sissen, dat betekent dat hij zijn druk bijna kwijt is. De dribbeling weet niet precies waar hij zich op moet concentreren. Gaat eerst voor Yes. Yes op zijn kant, die kan niet meer overeind komen. Maar de Brito lag al ondersteboven. Daar is veel te veel druk. En Drennelen. Kop jongen. Heel goed. Kijken wat er gebeurt, wat de jury ervan zegt. Er wordt uitgeteld. 30 seconden maximale tijd daar is om weer overeind te komen. In plaats van aan te vallen, laat Drennelen nu gewoon de tijd te zien of de tegenstanders nog opkomen, maar zo te zien doen ze dat niet. Hanebrito is knock-out. Yes is knock-out. De winnaar van dit gevecht, Drennelen. Applausje, dames en heren, voor Drennelen. Ik zie hier wel rook uitkomen, dus het zou kunnen zijn dat er wat technische problemen zijn. De robots kunnen aardig klappen uitdelen, dus ze wordt er heel voorzichtig mee omgegaan. CO2 is helemaal afgetapt. De veiligheidsstekker wordt eruit gehaald, dus er staat geen spanning meer op het systeem. En als die veilig is, mag die de arena uit. Wij zagen net bij Drennelen wat rook. Dat kan wel eens op een elektronisch probleem duiden. Dus daar zijn we even voorzichtig mee. Druk wordt afgelaten.